hebben zeker de kwaliteit om dit toernooi te winnen, denk ik. We hebben goede spelers en ja, dat hebben wij ook bewezen in de wedstrijden van de Next Gen en in de competitie. Maar ja, ik denk dat het dat ook een mentaal spelletje wordt, want de buitenlandse ploegen hebben mentaal toch soms denk ik een streepje voor op de Nederlandse ploegen. Vooral hoe zij denken over de wedstrijdmentaliteit en zo. Maar ik denk als wij gewoon met z'n allen gewoon elke wedstrijd alles geven, dat wij deze toernooi wel kunnen winnen. Winnen is een groot woord. We hebben natuurlijk, dat is ons doel wel om te winnen. We spelen om te winnen, maar als we deze wedstrijd niet winnen, dan komen we ook nooit in die finale. We kijken gewoon wedstrijd van wedstrijd. Ja, ik denk dat we deze gewoon kunnen winnen. En dan zijn we door naar de kwartfinale, dan zijn we er heel dichtbij. Dus ja, dat is wat we willen. Het winnen zal moeilijk worden, maar ons doel is gewoon om per wedstrijd te kijken hoe ver we kunnen komen. Bijvoorbeeld deze wedstrijd, ja, ik ken CSK niet, maar ja, het is niet echt een ploeg waarvan ik denk, we zijn kansloos tegen. We zijn om 8 uur vertrokken vanuit Eindhoven. Zijn we met de bus naar Düsseldorf gegaan. En vanuit Düsseldorf hebben wij de vlucht naar Istanbul gepakt. En vanuit Istanbul, de eerste vliegtuig hebben we zelfs gemist. Dus hebben wij de volgende vliegtuig moeten pakken. Toen moesten we een andere vlucht pakken en die ging pas rond 7:30 volgens mij. Toen was het toch al wel weer, voordat we de spullen hadden, 8:15. Toen nog naar het trainingsveld gereden en een korte training van 1 uur gehad. We hebben natuurlijk een hele lange reisdag gehad, dus dan weet je dat die jongens gewoon vermoeidheid in de benen hebben. Ik vond het echt zwaar. Ik hoorde ook van de jongens dat ze het vermoeiend vonden, dat ze zware benen hadden. Maar wat ik wel hoorde was dat ze graag nog even het veld op wilden en zeker ook nog even de bal raken. En dan weten ze, als ik meega, dan moeten ze bij mij ook nog even aan de bak. Om 10:30 uur kwamen we aan in het hotel. We hebben wat gegeten en ja, zijn we met z'n allen gaan slapen. Het was wel een lange dag. Ja, ik ben 2 wedstrijden geschorst geweest voor de Next Gen. Dat kwam door een rode kaart uit bij Celtic. In de slotfase van de wedstrijd was er een opstootje en ja, ik kwam hoofd tegen hoofd met een speler van Celtic. Ja, en die gaat makkelijk liggen en ik kreeg een rode kaart. Ja, ik ben wel iemand die graag wil winnen en soms als het tegen zit, er wel frustratie in mij zit. Dus ja, dat zit wel echt in mij, maar dat zijn fouten die ik niet meer mag maken. Anders, je moet die fouten niet maken om de top te halen. Nou, we zijn nu een paar maanden later. Met wat voor gevoel kijk je nou terug op dat moment? Met veel spijt. Veel spijt dat ik dat opstootje aanging en ik denk niet dat ik dat ooit nog een keer zou doen. Moray, ja, is een leuke jongen. Heel aanwezig altijd in de groep. En ik denk dat hij in het veld, de laatste week speelt hij vanaf links en dat hij het heel goed doet. Hij is balvast en hij heeft natuurlijk goede techniek. Hij lijkt misschien niet zo snel, maar op de eerste meters is hij altijd meteen weg. Dus het is vervelend tegen hem te spelen. 1-op-1 is hij goed. Hij heeft een goede versnelling gekregen. Ja, een goede trap heeft hij ook, dus ook een goede speler. En ja, het is wel een leuke jongen, ook om in een team te hebben. Dus, ik hou er wel van om ook met hem te spelen. Sinds seizoen 2007-2008 zit ik in de opleiding. Vanaf de D1 van PSV. Ja, hoe was dat voor jou toen jij hoorde dat je bij PSV mocht gaan voetballen? Ja, vond ik wel geweldig. Want ja, ik ben zelf ook voor PSV. Dus dat is dan ja, wel mooi meegenomen. Dus dan ja, is het wel een droom denk ik, van iedereen die voor PSV is om daar ook te voetballen. Ik ben een aanvallend ingestelde linksback. Ik kan goed verdedigen op zich. En ik ga graag mee naar voren om toch een aandeel te hebben in het aanvalsspel. En mijn kwaliteiten zijn mijn snelheid en het uitschakelen van mijn directe tegenstander.
Sander is denk ik een hele stabiele linksback. Die gewoon in de wedstrijd gewoon altijd zijn mannetje wil uitschakelen. Daar concentreert hij zich op. Hij is heel snel. Dus hij wordt mij nog nooit zeg maar, voorbij gespeeld. Of, hij kan altijd nog compenseren met zijn snelheid. En daarnaast, ja, ik denk dat hij wel goed mee op kan komen. Ik ben wel tevreden over mijn ontwikkeling. Ik ben nu eerstjaars A-speler. Ik verwacht dat ik volgend jaar nog een jaar in de A ga spelen. Of misschien een aantal wedstrijden bij Jong. Dan hoop ik als ik volgend jaar erg goed doe, dat ze mij een keer een kans gaan geven om mee te gaan trainen. En dan wil ik het zeg maar laten zien. Dus ik zie mezelf nog wel een jaar echt in de opleiding zitten om mezelf te ontwikkelen. En daarna hoop ik naar de andere kant mogen. Ik denk dat wij echt een hecht team hebben. Gewoon iedereen die goed met elkaar kan opschieten. Er is altijd plezier. Er zijn nooit echt opstootjes. Als het er is, wordt het gelijk gesust. Maar ik denk dat wij een hecht team hebben. En dat komt ook. En we staan eerst in de competitie. Halve finale in de beker en achtste finale is Next Gen. Ik denk dat je daaruit ook wel kan zien dat wij een echt hecht team zijn. Veel jongens zitten ook bij elkaar op school. En ja, je bent toch eigenlijk 5 of 6 dagen per week met elkaar. Dus iedereen kent elkaar erg goed. En we hebben veel drukke jongens in het team. Die wel houden van lol maken. En het is altijd gezellig. Ja, we zijn echt vooral dit jaar echt heel erg naar elkaar toe gegroeid. We hebben veel uitstappers gemaakt natuurlijk in de Next Gen. En we doen het goed, we houden vaak de nul. We winnen vaak in de competitie, al 10 overwinningen. Dat is alleen maar goed voor je als team en dan was Real Barça erop. Of Barça Real en dan een paar Real supporters, een paar Barça supporters, dat gaat toch wel tegen elkaar op. Ja! Ik ben vanaf de E1 ben ik hier, dus dit is mijn 9e jaar. Ik ben 1 jaar uitgeleend aan Helmersport, omdat ze wisten dat ik niet veel zou spelen. Maar ja, dat jaar is uiteindelijk toch heel goed voor mij geweest, dat ik veel wedstrijden heb gespeeld. Dat ik veel aan het spelen toe kwam en daardoor in mijn ritme bleef. En toch bleef ik trainen bij PSV, dus ze konden me in de gaten houden, zeg maar. En dat is heel goed voor mij geweest. En toen kwam ik terug, werd ik aanvoerder in de B2. Door naar de B1 en nu eerstejaars A dus. En meestal basis spelen. Ik denk dat hij een goede jongen is. Ik ben best close met hem. We zijn goede vrienden en we kunnen elkaar wel vinden in het veld. Ik denk hij heeft een hele mooie traptechniek met zijn linkerbeen. En ik denk dat hij wel een goed positiespel kan spelen. Dus het is gewoon een goede middenvelder die aan de bal moet zijn. En die ook wel zeg maar, gevoelig voor ruimte is en gevoelig voor het spelletje. Zeg maar. En ik denk dat het wel een hele goede speler is. Ik heb laatst meegetraind aan de profkant. Ik ben nu aan het aanhaken, dus ik verwacht wel dat ik... dat ik zover ben dat ik volgend jaar of misschien een jaar daarna toch wel erbij moet zitten. En we zullen zien. Ik probeer elke dag mijn best te doen. Elke dag 100% te geven. Dus ik zie het allemaal. We zouden eigenlijk uitspelen in Moskou, maar daar is min 20 graden. Dus het is best koud daar. Dus dan is het naar Turkije verplaatst. Hun zit hier al 2 weken op trainingskamp. En Turkije is een goede land om gewoon een mooie wedstrijd te spelen, goed weer. Ik hoop dat het een mooie pot wordt. Ik denk dat we in goede vorm verkeren. Dus ik heb samen met mijn teamgenoten heel veel vertrouwen in de wedstrijd van vanavond. Ik denk dat we voetballend beter zijn dan die Russen. Dus dat we gewoon ons eigen spel moeten spelen en zelf het initiatief nemen. En daaruit kansen creëren en goals maken. Ik denk dat iedereen zich wel van bewust is dat we niet zomaar naar Turkije moeten gaan om even te gaan verliezen. 2-0 voor ons. Ik denk 1-2. 0-2. 0-1.
beginnen gewoon heel goed. We hebben het initiatief in de wedstrijd. Kansjes zijn eigenlijk voor ons. Zijn nog niet eens gevaarlijk geweest, niet in de buurt van onze 16. En Menno die levert de bal zo in de eigen 16. En er is 1-0 achter. Ja, een terugspelbal die te kort was. Ik kon nog onderscheppen, maar Spits zat er tussen en via mijn voet en zijn voet ging hij erin. Ja, dat is gewoon jammer, maar het kan gebeuren. 2-0 was volgens mij een lange bal op de linksbuiten van Moskou. Hij geeft hem voor en de spits van Moskou die maakt gewoon perfect ook af. En de 2-0 laat Joshua de bal stuiteren. Hij geeft de aanvaller nog een kans. Die krijgt de bal dus uiteindelijk ook in duel. En beide centrale verdedigers staan de spits niet te dekken. Wat ik van tevoren met klem gezegd heb, in de 16, een van de twee, altijd kort erop. Ja, dan staat 2-0 achter. Ja, dus eigenlijk de wedstrijd al bijna gespeeld. Het waren gewoon twee moeilijke ballen eigenlijk. Ja, het is, soms heb je hem, soms heb je hem niet. We waren gewoon veel beter als hun eigenlijk. We hebben gewoon een doelpunt gewoon weggegeven. Dus ja, in principe vanaf 2-0 hadden we nog tijd zat om het recht te zetten. Dus het was niet dat we in één keer dachten van het gaat niet meer. Maar we zijn ook wel blijven voetballen. En ik denk ook dat vooral de laatste 20 minuten van de eerste helft en begin van de tweede helft dat we ook aardig hebben gevoetbald. Maar ja, het doelpunt bleef uit. En... Ja, daarna hebben we er alles aan gedaan, moet ik zeggen. We hebben echt met veel druk naar voren gespeeld. Op de 2-0 hadden we op een gegeven moment de kans van Giraldo en een bal op de lat van Bakali. Nou, als die erin gaat, dan had ik wel echt geloofd dat we nog door zouden kunnen komen. Maar toen de 3-0 viel, ja, dat was de wedstrijd voorbij. Nou, ik denk dat het heel leerzame wedstrijden zijn geweest. Wat heel goed is voor onze spelers om zich te ontwikkelen. De thuiswedstrijden hebben het geweldig gedaan. 3 overwinningen behaald. Maar over de uitwedstrijd ben ik zeker niet tevreden. Want daar hebben we geen één overwinning die eens een punt kunnen halen. Nou, dat heb ik ze ook voorgehouden. Dat kan niet. Je kan wel een uitwedstrijd verliezen. Maar er is een aantal keren gebeurd met een te grote uitslag. En met een aantal goals die we hebben weggegeven. En dan op dit niveau tegen zulke tegenstanders kun je dat niet zomaar even rechtzetten. Nou, en daar zullen ze in de toekomst beter mee moeten leren gaan.